auto's voorbij zijn, dan is het oog opgeleid. Er zijn. Ja. Dan zijn de meeste auto's wel weer voorbij. Ja, ja. Nou, het is een nieuw stukje hoor. Als we het hebben over het begin van de Tweede Wereldoorlog, dan denken we allemaal aan de Gebbeberg en aan het bombardement op Rotterdam. Maar wat veel mensen niet weten is dat er tienduizenden mensen huis en haard moesten verlaten, omdat ze woonden op een plek die gevaarlijk zou zijn als de vijand zou arriveren. Ook de tienduizenden inwoners van Nijkerk moesten op de ochtend van de 10e mei hun biezen pakken en vertrekken richting Harderwijk. We zijn met een zogenaamde boerenwagen met houten wielen en daaromheen een stalen band. En dan moet je je voorstellen dat we hier over de weg heen, dat waren allemaal klinkers. Op die weg hebben ze zitten te riebelen tot een harde wijk toe, 4 uur lang. Mijn moeder had ons goed ingepakt in wollen dekens. En zo zijn we dus alle riebelende en bibberende in harde wijk aangekomen. Jullie moesten weg, maar het vee ook. Hoe ging dat met het vee? Die zijn ook naar harde wijk gegaan. Die werden in Nijkerk verzameld op de weg naar Putten. En daar vandaan zijn ze lopend naar Harderwijk gegaan. En ik heb wel eens horen vertellen dat dat zo'n grote afstand was voor die dieren, dat ze de hoeven zodanig doorgelopen hebben op de straatstenen dat het bloed eruit kwam. Onder leiding van burgemeester Bruin Slot is bijna een jaar gewerkt aan de voorbereiding van de evacuatie. Tot in detail. Alle gezinnen krijgen een label met de naam en het adres van de familie waar ze zich moeten melden. Wijkhoofden moeten ervoor zorgen dat de evacuatie soepel verloopt. Maar ondanks maanden van voorbereiding gaat het soms toch nog mis. En hoe ze dat nog hebben kunnen regelen begrijp ik nog nooit. Maar wij als boerengezin werden ondergebracht bij de gemeentesecretaris van Harderwijk. Aan de Sands Dennenweg heette dat, als ik het goed heb. En daar werden door een, dat klinkt misschien niet zo vriendelijk, maar een beetje bekakte mevrouw werden we ontvangen. En aan de voordeur en via de gang de trap op, boven naar de vliering. En daar werden we gehuisvest zonder ontvangst of zonder eten of drinken. Helemaal niets hebben we daar de nacht doorgebracht, verschrikkelijk. En dat klinkt niet als een hartelijke ontvangst. Oh nee, alsjeblieft op. En gelukkig had mijn vader hele goede kennissen in Harderwijk. Hier, niet in Harderwijk. En zeker de familie van den Berg. En die mensen hadden een boerderijtje in Hierde met veel eenden, Pekingeenden. En daar zijn we met de wagen de volgende morgen al vroeg heen gegaan. Die mensen verhuurden dat boerderijtje zomers aan Amsterdamse vakantiegangers. En zelf woonden ze dan in een bakhuis, noemen we dat hier. En wij hebben dus volledig de beschikking gekregen over dat huis. Waar anders die vakantiegangers waren. En dat was anders dan het kosthuis in Harderwijk. Oh jee, dat zou ik je vertellen. En we hadden daar gewoon vakantie. Maar dat moet voor je vader en moeder moet het heel anders geweest zijn. Want die hadden natuurlijk geen idee wat ze nog thuis zouden aantreffen. Hoe de boerderij erbij zou staan. Ja, daar heb je als kind natuurlijk geen notie van. Maar dat moet natuurlijk zeer ingrijpend voor ze geweest zijn. Ze waren 13, 14 jaar getrouwd. En hadden in die tijd dus al een aardig boerderijtje op weten te bouwen. Met 2 varkens hadden we en 200 kippen, een stuk of 12 koeien. Dus en dat moet je dan in één keer allemaal achterlaten. Die hele hebben en houden. Als ik me dat nu in zou denken, zou ik dat verschrikkelijk vinden. En die zorgen zijn terecht. Want als de Nijkerkers terug mogen naar huis, blijkt hun stad in puin geschoten. Nijkerk ligt midden in het schootsveld van de Nederlandse kanonnen, die de opmars van de Duitsers tegen moeten houden. De toren overleeft het oorlogsgeweld wonder boven wonder. Waarschijnlijk omdat de commandant, een Nijkerker, zijn kanoniers opdracht geeft om vooral naast de toren te schieten. Zo kwamen jullie dus Nijkerk weer binnen, hè, na die 5 dagen. Ja. En dit was... Dat was het eerste wat we zagen toen we van Harderwijk afkwamen. Dat deze huizen, zoals je ze hier ziet, totaal verwoest waren. Dan moet je je voorstellen, wat ik straks ook al zei, dat ik 12 jaar was. En mijn broers en zussen waren allemaal kleiner, want ik ben de oudste van het gezin.
Dat maakt dan als kind zijn, ik had er nooit een verbrand huis gezien. Nog een verbrande schuur. Nee. En dan zie je in één keer zo'n hele rij woningen die bekend stonden als de huizen van Ebbink. Iedereen kende deze huizen, die waren geloof ik in 1938 zoiets gebouwd. En die zijn dan helemaal afgebrand. Ja, ja. Maar die evacuatie was voor een kind zeg maar een beetje een vakantieperiode uiteindelijk. Maar dit binnenkomen in Nijkerk met die vernietigde gebouwen, dat bracht de realiteit van de oorlog wel heel dichtbij. Ja, heel dichtbij. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik weet echt wat oorlog betekent. Dus we hebben twee keer behoorlijk erg meegemaakt in Nijkerk in 1940 en 1945. Ja, ik hoop het ook nooit meer mee te maken.